Ja, je, je zit ook veel in, in e-commerce en, en veel klanten heb je in e-commerce. Hoe zie jij die markt veranderen en, en wat zie je in ieder geval... wat er voorheen misschien wel werkte en, ja. en, en steeds minder werkt ofzo? zo? Goeie vraag. Ja. Um, ik denk sowieso die markt wordt steeds competitiever. Mm -hmm. Dus um, ik, ik zei net al, je moet wel echt eventjes een goed, goed verhaal hebben... om jezelf te onderscheiden en dingen goed schaalbaar te krijgen. Dus... Um, ik denk dat het ook steeds lastiger wordt om echt vanuit uh, die e-commerce gedachten een, een goed product te lanceren wat iedereen al inkoopt. We hadden het er inderdaad voor, uh, uh, voor dat de opname startte ook al eventjes over... dat tegenwoordig start iedereen op basis van dropshipping... of ja. op basis van ja, inkoop-verkoop uh, een webshop... is tegenwoordig niet meer zo heel lastig. Mm -hmm. Dus als je... Uh, serieus wil gaan schalen en echt een betrouwbare, goede uh, business op wil zetten, is het ook wel echt belangrijk om daar goed bij stil te staan. Hoe makkelijk is jouw business te kopiëren door iemand anders. Want verkoopkanalen zijn op dit moment ook het probleem niet meer. Nee. Uh, Bol.com, Amazon, uh, dat ja. hoef ik jou niet uit te leggen. Maar Google Shopping, SEO en SEA, ja, dat spelletje, dat is een proces wat ook heel veel mensen uh, goed snappen en waarmee je gewoon kan schalen. Ja. Uh, dus ja, een goed onderscheidend businessmodel hebben. Uh, ja. Maar het is ook de vraag, inderdaad, uh, uh, wat uh, de klant gaat doen. Waar gaat de klant op navigeren? Ik denk dat nog steeds maar, uh, 93% van de, van de gebruikers oriënteert nog steeds via Google voordat ze iets, uh, iets kopen. Mm -hmm. Maar Hoe is dat over vijf jaar? Ja. Wel, wat is de rol van Amazon in Nederland? Uh, Juist. jij gaf net aan van joh. Mm -hmm. uh, Amazon heeft uh, Google al verslagen voor wat betreft e-commerce searches. In dus ja. Amerika uit... zeker. ja. ja. je ziet dezelfde trend ook in Duitsland en in Engeland ontstaan. Ja. Dus de vraag is hoe lang het duurt voordat dat. Uh, en We hebben natuurlijk in Nederland ook bol, waar, waar veel product searches plaats zullen vinden. Ja. Maar ja, nu Amazon er ook is, wordt het een hete strijd, denk ik. Klopt. En wat gaat Google daar aan doen om daarop te reageren? Hè? Ze doen natuurlijk al met die CSS partnerships doen, nemen ze daar al stappen in en met die organische. Shoppingresultaten, dus dat je gratis je producten op Google kan toevoegen, dat zijn allemaal ja. reacties van Google op dat hele verhaal van, uh, van Amazon. Ja, ja, ja. Um, dus ja, weet je, wie, uh, wie, uh, wie gaat het winnen? En ik denk dat het altijd een beetje stuivertje wisselen zal zijn uh, tussen de grote jongens. Ja, ja, goed. Ik zie op Amazon dat, dat daar vaak de prijzen veel goed, uh, lager zijn dan in ieder geval Bol. Um, Amazon is heel erg klantgeoriënteerd. Ik denk dat het heel slim is, weet je, Jeff Bezos die zat letterlijk uh, aan een omgedraaide uh, deur met een paar poten eronder, omdat hij investeerde niks in uh, dingen die geen toegevoegde waarde voor de klant waren. Nee, dus zijn bureau deed dat totaal niet toe. <laughs> Ja, dat soort dingen. Weet je, ik denk dat het wel de manier is om uiteindelijk uh, je bissen te groeien. En het is een kwestie van de langste adem hebben. Ja. He? Want hij heeft altijd ook in zijn letters naar zijn aandeelhouders geschreven: We zullen voorlopig geen winst maken. Uh, dit is ons doel. We willen gewoon de grootste speler ja. ter wereld worden. Punt. Ja. Nou ja, dat ze zijn nu gewoon de grootste e-commerce speler ter wereld Dat is echt bizar. Je ja. ziet wat voor infrastructuur die hebben liggen. Hoe je. Ja, het is, echt... ja. Het is ook ja. nog nooit zo makkelijk geweest om wereldwijd een merk te verkopen. He? Want je hoeft letterlijk maar op elf keypoints in de ja. wereld je producten te leggen. En je kan in 180 landen klanten maken. Ja, ik bedoel, ja. bedenk dit. dit twintig jaar geleden zeg maar. En Je moet dit optuigen. Ja, de, ja. De, de cycles gaan zo bizar snel ook van van unicorn bedrijven en en dingen die gewoon net de grond schieten. Ja. Dat is echt idioot. Ja, dat is ook dat is ook wel weer. Uh, ik ben ook wel benieuwd wat het gewoon met de hele retail gaat doen. Hè? Want nu uh, waar wij heel veel energie van krijgen als bedrijf zijn is uh, een merk neerzetten en schalen met een eigen brand en uh, Amazon is laat maar zeggen het labeltje wat er altijd overheen gaat mm -hmm. en dat wordt dus steeds groter ja. uh, zeker als die trend die in Amerika en Duitsland op dit moment al plaatsvindt dat dat uh, zich door gaat kopiëren naar Nederland mm -hmm. um, ja, hoe kan je als ondernemer jezelf nog als echt merk gaan uh, gaan positioneren ja, dus, dat is een goede vraag. Kijk wat ik zie. Ik zeg altijd, uh, kijk naar de landen die al ver vooruit liggen. Hè? Dus uh, kijk gewoon uh, naar Amerika, want daar zijn ze al uh, vijf, zes, misschien wel tien jaar verder met ja. e-commerce. En, en in China, wat daar nu ook gebeurt, is ook echt idioot. Weet je? Dus als je naar dat soort landen heel goed gaat kijken, dan weet je eigenlijk ook wat er een beetje gaat komen yeah. in Nederland. Dus daarmee kun je eigenlijk voor een groot deel de toekomst voorspellen. En daar kun je dus heel slim op inspelen. Weet je? Dus op een gegeven moment heb ik niet voor niets zeg maar, alle mainstream, ik had 2000 verschillende producten allemaal uitverkocht. Eén merk, drie tot vijf producten. Ja. Aan dezelfde klant verkopen, succesvol op de marketplaces. Uiteindelijk is het gevecht om data. Weet je? Dus Amazon, Bol, al die klanten die bezitten alle data van de klant en die hebben alle data points. En je moet. Kunnen, ja, als je als merk eh, opereert in die markt, moet je gewoon kijken van hoe kan ik zelf ook slim de data verzamelen. Of ja. aan welke kanalen kan ik die trekken. Om zelf ook een heel groot deel die intelligentie eruit te halen. Uh, waardoor je bij wijze van spreken de klant weer opnieuw kan benaderen, meer kan verkopen en allemaal dat soort dingen. Ik denk dat dat uiteindelijk de, het verschil maakt tussen de merken die wel en niet succesvol zijn op de long term, door die customer lifetime value gewoon ja. hoger te maken. Uh, en, en ja, Bol en Amazon hebben natuurlijk een simpel model. Die willen dat er zoveel mogelijk op de platform wordt aangekocht. Um, uh, en en als, als merkhouder zijnde is het echt een soort van highway om je merk relatief snel van niks naar. Ik nee, aantal miljoen te die brengen. Dat is een hele makkelijke ja, ja. ja. En ik zie je dan daarna dan is het wel slim om je eigen shop, je eigen kanalen, je eigen data en al dat soort dingen te gaan verzamelen. Ja. Om, uh, om je Customer Lifetime value zo hoog mogelijk te maken. Klopt? Ja. Ja, ja. En inderdaad om echt een merk te gaan bouwen. Want Juist. op het moment dat, dat mensen niet jou zien als merk, maar gewoon als product. Dan is het ook makkelijk om uh, die switch te maken naar een ander product op Amazon. Zeker ja. op het moment dat je op zo'n platform. Ja. Als dat je enige verkoopkanaal is. Ja, nou wat je ook ziet bij Amazon is gewoon een stuk geprofessionaliseerder in het aanbod ook. Hè? Dus als je kijkt naar wat er op bol.com staat, er zijn heel veel, nou ja, ik noem ze maar even zolderkamerpiloten die gewoon uh, een, een, een logootje op een AliExpress product ja. drukken, zeg maar, en denken dat ze een eigen merk hebben. Ja, weet je, dat heeft ook weinig toegevoegde waarde. En, en, en dus echte merken, die hebben ook toch geïnnoveerde producten vaak. Hè? Ja. De meeste, meeste goede merken uh, zijn innovaties van bestaande producten. Uh, en zo heb ik mijn eigen merk ook gelanceerd... die ik op dit moment aan het, aan het verkopen ben. Uh, dus ja, de, ik denk dat dat slim is om op die manier naar de markt te kijken. Van, uiteindelijk draait het om waarde toevoegen. Maakt ja. niet uit welk bedrijf je hebt. Of je nou een uh, agency bent of een merk. Ja. Je moet kijken waar kan ik waarde toevoegen. En uh, als je dan kijkt naar de landen zoals Amerika en China... en dat soort landen van oké, okay, hoe gaat die keten erover... op de midden, lange tot, tot, uh, korte tot middellange termijn ja. uitzien. En daar moet je gewoon zo goed mogelijk op inspelen. En dat is ook eigenlijk die unieke propositie waar ik het net over had, dat het belangrijk is als je gewoon een, een, een kloppend businessmodel wil hebben, dat je gewoon inderdaad als bedrijf zijn de waarde toevoegt en niet Juist. hetzelfde doet als die twintig anderen voor ja, je. Ja, ja. Want dan is uiteindelijk uh, Pieter Zwart zei dat volgens mij dat uh, het, het meest beroemde businessmodel is. Is e-commerce. <laughs> ja, 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 en dat is, is ook, ook zo. <laughs> um, want je kan naast prijs, kan je bijna geen uh, uh, unieke, unieke propositie neerzetten. Nee. En dat de Cool natuurlijk op een hele goede manier, maar het zijn ja. maar weinig mensen die dat ja. echt kunnen kopiëren. Ja. ja, dat is natuurlijk ook de kracht van een, de kracht van een unieke, unieke propositie: dat het gewoon eigenlijk niet te kopiëren valt. Ja. Ja.